Scholieren van het Parkcollege in Alphen aan den Rijn hebben tot en met woensdag vrij afgekregen van de schooldirectie en de onderwijsinspectie. Aanleiding is de grote brand die afgelopen vrijdag woedde in het schoolgebouw. Er wordt met man en macht gewerkt om de school weer te kunnen openen voor de leerlingen. We hebben elektra weer aan de praat, we hebben de verwarming weer aan de praat, we hebben water. Nu de laatste schoonmaakwerkzaamheden. We hebben genoeg ruimte voor alle leerlingen. Er lopen hier heel veel mensen rond die bezig zijn om te zorgen dat we zo snel mogelijk weer een school kunnen zijn. De brand wordt vrijdagavond ontdekt door een schoonmaakster die op dat moment in het gebouw aanwezig is. Dat moet voor haar een heel nare ervaring zijn geweest. Die heeft iets gehoord en is gaan kijken. En heeft toen besloten dat ze snel de deur uit moest. En heeft ontzettend adequaat gealarmeerd en 112 gebeld. En toen wij om een uur of 11:30 s'avonds konden gaan kijken in het gebouw en de brandweer dat vrijgegeven had, toen troffen we deze ravage aan. Er wordt in het Parkcollege speciaal onderwijs gegeven aan 90 leerlingen. Het kooklokaal is de belangrijkste lesruimte. Maar het lokaal moet als verloren worden beschouwd. En die keuken is volledig verwoest. Een alternatief voor het kooklokaal is nog niet gevonden. We zijn enorm op zoek naar vervangende mogelijkheden voor die keuken en wat we daar op korte termijn kunnen doen.